In dit filmpje wil ik u de werking uitleggen van een draadspanner. We hebben in dit geval gekozen voor een draadspanner haak- en ooguitvoering in het RVS. De draadspanner bestaat uit drie delen: het oog, het middenstuk en de haak. Op het middenstuk zien we de letter R staan. Dit betekent dat deze kant rechtsdraaiend is. Dat is normaal metrisch draad. Als u overweegt andere dingen aan deze kant te bevestigen, dan is dat mogelijk. Deze kant is dus linksdraaiend en hier hebben we de haak. Nu gaan we de draadspanner bevestigen. We doen de haak door de lus van de staalkabel en door aan het middenstuk te draaien brengen we de staalkabel op spanning. Het veiligste is om de haak omhoog te richten. Heeft u dikkere staalkabel, dan kunt u eventueel op deze platte zijstukjes met een sleutel of met een tang de kabel nog meer op spanning brengen.